Smokkelen en Zeeuws-Vlaanderen zijn met elkaar verbonden. Je kunt de oude smokkelroutes nu ook onder leiding van een gids fietsen. CTV Zeeland kon zijn nieuwsgierigheid niet bedwingen. Ik ben Wilfried Stalens en ik ben gids van Aardenburg. En wij organiseren jaarlijks de wat wij noemen de rondommers. Dat zijn 4 fietstochten rondom Aardenburg eigenlijk. Dit jaar in het kader van het 200-jarig bestaan van Zeeuws-Vlaanderen hebben we daar een ander thema voor gekozen. En hebben we gekozen voor het thema smokkelen. We hebben dus dit keer geen 4, maar 3 routes, fietsroutes uitgezet die langs bekende smokkelgebieden gaan. En we stoppen diverse keren onderweg om daar wat smeuïge smokkelverhalen van vroeger te vertellen. De 4e keer is geen fietstocht, maar dan draaien we de film De Zwarte Ruiter. En dat is een film die in deze omgeving opgenomen is en die gaat over het smokkelen. Is er dan ook een klein stukje nostalgie tussen de fietsers? Van, weet je nog, vroeger toen we hier die film hebben opgenomen? Ja, het zijn over het algemeen wat oudere mensen. Dus dan komen de verhalen vanzelf los van wat ze allemaal in die tijd hebben meegemaakt natuurlijk. Maar er zijn inderdaad meerdere mensen die, ik mag niet zeggen een trauma, maar die er toch wel nog de gevolgen van ervaren. Anderzijds moet ik ook zeggen dat er veel mensen zijn die hebben daar nooit over gepraat. En nu ze wat ouder worden en het smokkelen dus eigenlijk helemaal van de baan is, nu komen de verhalen eigenlijk los. De meerderheid zijn dus zeg maar sportieve fietsers. We hebben ook een beetje een vaste kern. Nu zijn er meer als anders omdat we dat thema gekozen hebben. Maar er zijn een aantal mensen die gaan jaarlijks mee. En de verhalen die we dan vertellen zijn dan meestal op andere jaren doen we dan vooral historische verhalen. Die vinden ze gewoon leuk en die pikken ze mee. Het is op de eerste plaats het kanaal wat jullie hier waarschijnlijk zien. Dat is het Leopoldskanaal. En dat Leopoldskanaal is gegraven in het jaar 1848. En dat kanaal is hier ontstaan omdat in de jaren 30, 1830 en verder, zijn dus de Belgen in opstand gekomen. En de Nederlanders hebben dat water afgesloten. Dat betekende dat daar ontzettend veel water was. Dat werd een moerasgebied. En daar kregen we heel veel mensen, kregen moeraskoorts en stierven daar ook aan. Ik vertel straks nog een aantal verhalen, we gaan er straks verder. We zijn nu aan het pauzeren, straks gaan we met de fiets verder en dan gaan we eigenlijk langs het mekka van het smokkelgebied. En het mekka van het smokkelgebied hier in deze buurt, dat is de Oosthoek. En daar is ontzettend veel gesmokkeld en daar gaan we dus de verhalen vertellen die daar zich allemaal hebben afgespeeld. Klinkt spannend. Ja, ik hoop het. Ik doe mijn best.